Guus Meeuwis had gisteren in Carré een buitengewoon bijzondere avond. Uit handen van Sinterklaas ontvangt hij 2 gouden en een dubbele platinaplaat voor zijn albums. We gaan iets geheims doen voor Guus. Het is Guus Meeuwis vanavond? Ja toch? Niet Marco Borsato. Dit is Guus Meeuwis. Ja, dit zijn we goed. Kom. Als Sinterklaas je verrast met een bliksembezoek, dan zit je op de gebakken pepernoten. Want de goedheilig man komt nooit met lege handen en tovert voor Guus een berg edelmetaal uit zijn zak. Afgelopen vrijdag heb jij een nieuwe cd uitgebracht. Een soort potpourri van alles wat je al eerder had gedaan. En ja hoor, ja. Meteen goud. Ja, ik had het echt... Ik was weer volledig verrast. Zoals het goed gedaan weer door iedereen. Ik was blij dat we bijna bij de pauze waren, want ik was even wel beduust. Guus is beduust, want de koeien staan op die. Maar ja, 3 toppers van cadeaus krijgen uit handen van een jeugdidool zorgt bij Guus Grut natuurlijk voor de nodige jaloezie. Die zijn ontzettend jaloers nu. Ja. Ja, dus ik ga dit. Maar ze hebben mij heel de weekend gepest met de tv-kantine. Dus nu heb ik een filmpje waar ik heel weer mee terug kan pakken. Aan de schijt, oh wat heb ik toch een spijt. Dat komt vast van dat Afrikaanse eten. Aan de schijt. Zijn alter ego uit de tv-kantine scoort ook gouden bergen. Op YouTube is de nieuwe single een instant hit. Goed gedaan en heel grappig. En ik heb het al een keer op 19 mogen gaan schouwen. Mijn kinderen liggen echt in een scheur. En terecht, want het is heel goed gedaan ook. Dit liedje. Wordt een dikke knalhit. Wat je zingt alsof je op de zit. Het erge is, ze hebben mij nog niet gedaan. En dan tel je niet echt mee. Nou, dat is een kwestie van tijd volgens mij. Nou, dan moeten ze wel op. Ja, fantastische persiflage. En Guus zegt ook gewoon scheidram. Goed.